This is our big night. The Best Night Ever is een episode die ik al een aardig tijdje wilde gaan reviewen. Aangezien er wat interessante punten zijn die ik hier heel graag wilde gaan bespreken. En ook voornamelijk omdat het was aangevraagd door Rainbow Jack op Discord. Bedankt voor je suggestie, Rainbow Jack. The Best Night Ever is de episode waar de main 6 dan eindelijk naar de Great Galloping Gala gaan, die al was genoemd sinds de Ticketmaster en Suited for Success. En naast dat is er nog iets interessants hier, maar dat is ook meteen mijn grootste kritiekpunt die ik heb voor de hele episode. Niet alleen is dit de episode waar we dan ook eindelijk bij de Great Galloping Gala komen, maar dit is ook nog eens de finale van seizoen 1. En ik vind het al gelijk een hele vreemde beslissing van DHX. We openen Friendship is Magic met een two-parter waar we kennis maken met een fantastische schurk in deel 2 en de hele main 6 leren kennen op de beste manier mogelijk in deel 1. Hoewel ik de Friendship is Magic two-parter niet de meest positieve review heb gegeven, de two-parter heeft me in ieder geval wel aan het lachen gekregen. Dus ik vroeg me altijd af waarom seizoen 1 te eindigen met de Great Galloping Gala, een evenement waar de main 6 al voorbereidingen voor aan het treffen waren voor een aantal episodes in seizoen 1, een goed idee zou zijn. En toen ik de episode daadwerkelijk nog een keer aan het kijken was voor deze review, begon ik me af te vragen waarom DHX in hemelsnaam dacht dat dit een goed idee was. De main 6 worden in deze episode uit elkaar gehaald en ze krijgen allemaal hun eigen subplot op de Great Galloping Gala zelf. Als je bekend bent met de Ticketmaster, dan weet je al wat ze van plan zijn te gaan doen. En alleen al hier valt de episode al zijn afgrond in. Alles wat er in The Best Night Ever gebeurt, werd al gespoild in Ticketmaster. Dus als je die episode al hebt gezien, dan is de verrassing van wat je allemaal te wachten zou staan in The Best Night Ever er volledig af. Hierdoor zit je als kijker alleen nog maar te wachten op het punt waar alles compleet verkeerd gaat. Maar voordat je zover bent, is er niet heel erg gek veel aan de hand. Twilight Sparkle doet de hele episode een poging om eens flink te praten met Prinses Celestia, omdat ze elkaar al een hele lange tijd niet meer hebben gezien, maar wordt constant opgehouden door letterlijk alle andere ponies op het feest. Pinkie Pie probeert de lol erin te houden met onder andere de pony Pokey, maar ook dat lukt niet bepaald. Fluttershy wordt volledig genegeerd door alle dieren in de tuinen. Rarity's droomprins lijkt een snob te zijn. En wat de bak is er aan de hand bij de Wonderbolts en Rainbow Dash? Niets in de episode is echt heel erg vermakelijk. Zelfs de Pony Pokey van Pinkie wist mij niet echt te overtuigen, wat ontzettend teleurstellend is, omdat Pinkie mij in seizoen 1 van Friendship is Magic ontzettend hard heeft laten lachen. Ze is makkelijk mijn favoriete deel van seizoen 1. De episode werd pas echt heel erg interessant en vermakelijk als we dichter bij het einde van de episode kwamen, als de main 6 dan eindelijk door het dolle heen gaat en de chaos volledig uitbreekt in The Great Galloping Gala. Maar zelfs dan moet ik zeggen dat het er een beetje laat is daarvoor. The Best Night Ever is een van de grootste teleurstellingen die ik ooit heb gezien in Friendship is Magic. Na een aantal episodes te hebben gehad, zoals Ticketmaster en Suited for Success, twee daadwerkelijk goede episodes met fantastische humor en mooie character development, is dat denk ik ook niet zo heel gek. De opbouw die we hadden in deze twee episodes voor The Great Galloping Gala was enorm en om het nog leuker te maken, deze episode is de finale voor seizoen 1. Dit maakt de teleurstelling nog groter als je de Ticketmaster en Suited for Success hebt gezien en heel erg genoten hebt van die twee episodes, zoals ik. Maar goed, laten we even stoppen met de negativiteit en The Best Night Ever aan de positieve kant bekijken. Als deze episode ergens midden in seizoen 1 had gestaan, laten we zeggen een paar episodes na Suited for Success, en we seizoen 1 eindigen met een epische strijd zoals we ook zagen in de Friendship is Magic 2-parter, had het mij niet een heel erg groot probleem geweest. Tuurlijk, de episode zelf zou dan nog steeds niet al te best zijn, maar in ieder geval nog steeds een heel stuk meer excuusbaar dan wat we nu hebben. Het idee is niet heel goed, maar de schrijvers hadden er wel iets heel tofs van kunnen maken. Al met al, The Best Night Ever is niet heel goed. Sterker nog, het is echt niet memorabel. Na het zien van deze episode was ik het merendeel al na een tijdje alweer vergeten. En ik ben niet echt de enige in deze categorie. Het is een episode die ik na een paar minuten kijken al snel wegzap en snel verder ga met de anderen van de show. Op zoek naar een episode die daadwerkelijk interessant, grappig, episch of gewoon leuker is om naar te kijken. Zoals een Party of One of Feeling Pinky Keen ofzo. Ik begrijp dat er een aantal mensen zijn die deze episode beschouwen als een van hun persoonlijke favorieten. En als jij daaronder valt, laat me weten wat jij vindt van deze episode in de reacties onder deze video.
Als conclusie is The Best Night Ever niet een episode die ik persoonlijk snel zou aanraden. Tenzij je Ticketmaster nog niet hebt gezien. Maar als je een brony bent, laten we even heel eerlijk zijn, dan heb je deze episode al een keer gezien. En geloof me, dan zou je niet heel erg veel vermaak vinden in The Best Night Ever. Mijn naam is Phoenix Star en ik zie je bij de volgende video. You reach your-